Stichting De Herberg heeft haar deuren opengesteld voor vluchtelingen die in gastgezinnen verblijven, voor een stukje ontmoeting en verbinding met elkaar. En vanuit deze middagen zijn hele mooie, waardevolle vriendschappen en initiatieven ontstaan. Ben jij een gastgezin of ken jij iemand die behoefte heeft aan ontmoeting en verbinding met iemand uit zijn of haar thuisland? Je bent van harte welkom of kom gerust eens even langs. In de koepel heb ik in het zogenaamde winkeltje gestaan. Daar konden mensen gedoneerde sanitaire spullen zoals shampoo, tandpasta, maar ook zelfmedicatie zoals paracetamol, konden ze daar komen halen. Eigenlijk gratis en voor niks, omdat het gedoneerd was. Ik vond het heel fijn om mensen op hun gemak te stellen. Af en toe als ze een paar dozen paracetamol meenamen, ook te zeggen van goh, waar heb je het voor nodig, waar heb je pijn, moet je misschien naar een dokter. Het zou fijn zijn als er meer mensen ook nog kunnen helpen. Je kunt dan naar bredavooroekraïne.nl. Daar kun je ook lezen wat voor spullen er nog nodig zijn om te doneren voor de Oekraïnse mensen. Hoi, ik ben Kim van Boerschappen. Samen met LTO Noord en ZLTO hebben wij boerenpakketten samengesteld voor vluchtelingen uit Oekraïne. Voedsel brengt samen. Zo konden de vluchtelingen samen koken bij gastgezinnen, maar ook in opvanglocaties. Wil je ook iets doen voor de vluchtelingen uit Oekraïne? Zet je dan in als vrijwilliger. Ik ben vanaf het begin af aan betrokken bij de bewoners die hier zijn komen wonen. We zijn natuurlijk in eerste instantie begonnen met het inzamelen van kleding, speelgoed voor de kinderen, het verder bewoonbaar maken. En het is ook echt wel hartverwarmend om te zien hoe snel hier alles geregeld is. Want we hoeven echt maar een oproepje te doen en vanuit alle kanten, bewoners, winkeliers, grote bedrijven, alles wordt gedoneerd, geschonken, geregeld. Ja, en mocht je denken, joh, ik wil ook iets doen, kijk in je omgeving wat er mogelijk is. Is het niet voor de Oekraïense, dan zijn er maar zat andere initiatieven binnen Breda waar heel hard handjes nodig zijn en welkom zijn. Dag in dag uit staan heel veel Bredase vrijwilligers klaar voor de opvang van Oekraïners hier in Breda, maar ook voor alle andere zaken die nodig zijn voor de steun aan Oekraïne. Het ophalen van spullen, het inzamelen van spullen, zorgen dat mensen goed worden opgevangen, een plek bieden. En al die mensen wil ik heel hartelijk danken. En ook de komende tijd is er nog veel steun en hulp nodig. Ik blijf op jullie rekenen, maar vooral heel veel dank voor al diegenen die zich hebben ingezet. Jullie hebben fantastisch werk geleverd voor Breda, maar vooral voor die Oekraïners die het keihard nodig hebben. Dank jullie wel.